Oké, okay, ik ben hier net geparkeerd te Velde. Was snel even een steen aan mijn voorwiel leggen, want ik vertrouw het niet echt. Met dat ik dat niet in versnelling kan zetten en ook geen handrem heb. Veel scooters die je niet in versnelling kunt zetten, hebben dan in de plaats daarvan een handrem. Maar dat heeft dit ding niet. Dus de enige oplossing is dat gaat hier een beetje naar beneden. Is er een steen of zo, er iets voor, of wat ik ook dikwijls doe, is tegen een palken of een muur parkeren of zo. Als ik echt niet anders kan. Ik heb mijn nieuwe spiegels net getest. Hier, deze. Dus de spiegels van Zero zelf, dat zijn gewoon van die stelen die hier zitten. Maar die hebben één heel vervelend detail. Naast het feit dat het gewoon spiegels zijn natuurlijk, gewoon standaard spiegels, hebben ze nog een vervelend detail in het feit dat er zit zo'n vertekening in beeld op. Hoe is het weer? Ja, ik ben dat... Ze maken... Allee, dat staat in de specificaties van de motor zelf, dus dat is bewust gedaan. Ik denk dat de dingen die verder zijn, dat die dichterbij lijken ofzo, dat is iets in die zin. Maar in elk geval geven de spiegels van zeer onvertekend beeld, wat heel vervelend is. Dus ik heb ze dan maar vervangen. En als ik ze dan toch vervang, kon ik even goed voor iets met... Ja, iets handiger, iets compacter gaan. Dus heb ik dit gekozen. Ik had dat op mijn Street Triple, mijn Triumph, had ik dat ook. Originele van Triumph, dan staat er hier Triumph op. Dit zijn gewoon... het is een Chinees merk, ik ken het merk zelf niet. Ik heb ze via RAD besteld. Ik heb... wat heb ik betaald? 36 of 37 per spiegel. Ze zijn omkeerbaar, dus je kunt aan beide kanten gebruiken. Maar ik heb al gezien, als je ze via Amazon bestelt bijvoorbeeld, heb je voor 35, tussen de iets meer dan 30 euro, heb je twee spiegels. Dus een set van spiegels. Terwijl ik heb nu 2x37 betaald. Ze zijn nog redelijk, ik dacht dat dat ging gewicht uitsparen ook, maar ze zijn nog redelijk zwaar, omdat dat is allemaal van metaal blijkbaar. Ja, ik denk dat dat wel een beetje stevig moest zijn voor, om niet weg te waaien. Hè. Op zich is het... Het zicht is goed. Zo staan, ik moest ze zelf niet, je kunt ze draaien, je kunt ze zo zetten. Maar je kunt heel dat ding ook naar daar draaien. Dat ze meer naar de andere kant uitsteken. Maar dat is niet nodig blijkbaar. Ik heb ze getest zo en ik heb genoeg zicht zo. Kijk, je ziet het. Hier, dat is zo een kogelscharnier ding. Dus je kunt dat helemaal omdraaien naar buiten. Moest je meer zicht naar buiten willen. Nu op dit moment... Zijn ze vrij gelijk. Wacht. Even mijn camera weer draaien, want dat is vrij ambetant filmen als je met die selfie-camera filmt. Maar kijk, dus je kunt ze zo of naar buiten draaien. Dat ze, op dit moment komen ze quasi gelijk met het stuur. Voor de rest heb ik, ja, hier heb ik hem gewoon, de originele heb ik gewoon eraf heb ik losgemaakt. Het zijn gewoon like hier twee bouten dat je losmaakt. En dan heb ik hier... heb ik eigenlijk het beugeltje van deze gebruikt. Omdat origineel heb je... Dus je rem moest sowieso blijven zitten natuurlijk. En dan zit op het oorspronkelijke ding zit hier zo een steel waar je dat dan kunt opschroeven, die spiegel. Dus heb ik deze vervangen door de andere kant van dien. Dat ik die steel hier niet meer heb. Je hebt ook van die dopjes om dat schroefgat dan dicht te maken. Maar dit is eigenlijk nog een mooiere oplossing. Voor de rest wat ik wel heb, dus ze zitten op de stuurgewichten van de Zero zelf, van de SRF. Dit is wel de premium. Op de niet-premium heb je geen zo'n zilveren stuurgewichten. Nu, stuurgewichten is veel gezegd, want het is eigenlijk... Hier zit gewoon een bout in, die ze opspant in de stuurbuis. En dit is gewoon een schijfje van metaal dat een beetje leuk vormgegeven is. En in een blinkend zilverlak iets gezet geweest is. Dat is het enige... Maar je kunt het een klein beetje zien hier, dat het is wat geschonden hier. Ze pasten hen net niet. Ik zie trouwens ook dat ze hier binnen niet helemaal gespoten zijn. Niet helemaal geschilderd af fabriek. Dendien wel precies. Dendien is beter afgewerkt. Maar bij Dendien heb ik dan... Kijk, hier is die ook wat geschonden, zie ik. Maar dat heb ik gedaan, terwijl dat ik ze aangepast heb. Want het probleem was, er zitten adapters bij. Ik denk dat... De diameter van dit ding is ongeveer gelijk
Nee, het is meer dan de stuur. Ik denk dat het 25 was of zo. Dit stuur zal 22 zijn of iets in die zin aan de buitenkant. En dan had je wel adapters. Maar ze paste net niet op dit ding. En ik heb, je kunt het hier een beetje zien, ik heb dit ding proberen forceren. Hier heb ik op zitten. Ik heb hem in de vriezer gelegd. Dat binnenste, dat, zoals dat je wielagers monteert. Hè. Dus de buitenkant heb ik niet durven opwarmen, omdat daar glas in zit. Maar ik heb dit stuk wel in de vriezer gelegd. Een dag dat dat afgekoeld was. En dan heb ik er met een spanvijs heb ik ze in elkaar geforceerd. En dat ging net. Dat ging eigenlijk. Maar dan bedacht ik mij, ja, eigenlijk is het enige dat er te veel aan is, is die laag verf. Het is eigenlijk echt maar 2 mm of zo te veel. En ik denk, moest ik de verf hiervan eraf halen en de verf daarvan eraf halen, dat ik er al geraak. Maar ik heb uiteindelijk gewoon dit hier uitgevuld, langs binnen met de ronde vijl. Je kunt het een klein beetje zien ook hier, het is niet perfect gedaan. En hier heb ik hem ook een beetje geschonden, maar ik heb het gewoon uitgevuld tot dat paste. Zo heb ik het uiteindelijk opgelost. En ja, ik zeg het, ik heb goed zicht naar achter zelf als ze zo naar binnen staan. Ze zijn redelijk breed. Qua gewicht denk ik niet dat het veel gaat schelen omdat ze zo zwaar uitgevoerd zijn. Ik zou eigenlijk een keer moeten bewegen. Hè. Hier dit ding moest ik wel nog redelijk wat kracht op zetten. Ze, tegen dat dat goed vast zit. En zeker nu, omdat daar die hefboom op zit, hè, moet dat wat meer vastzitten denk ik. Hè. Ik ga waarschijnlijk de dien nog een beetje opschuiven nu naar daar, dat dat gat hier weg is. Maar voor de rest, ja, dat is het. Ik ben er wel content van.